Yo, Nintendo fans. Ben jij net zo'n grote Nintendo fan als Piet? Wie is Piet? Ja, doe nou niet alsof je van niks weet. Jij bent ook Nintendo fan. Niet! Nou, dan toch lekker niet. Ben je dat wel? Abonneer dan en doe even een duimpje omhoog. En dan ga ik even een nieuwe Galaxy checken in Super Mario Galaxy voor de Nintendo Switch. En dat is deze Booyah-based Galaxy. Klinkt lekker, jongens. Booyah-based. Doe even met me mee. Maakt niet uit als je moeder je raar aankijkt strakjes. Booyah-based. De Floating Fortress, dat is het level waar we naartoe gaan. Ofwel het drijvende fort. Ja, nou, dat ziet er... Nou... Het ziet er een beetje uit als een drijvend fort, maar toch niet helemaal. Daar gaan we, jongens. De Floating Fortress in de Booyah-based Galaxy. Yo, wat zijn dit allemaal voor droepies? Dit is een drijvend fort. We noemen het Booyah-based. Oké, ik hou op. Niemand gebruikt dit. We houden dit alleen maar veilig en draaiende, zegt deze guy. En jij? Heb jij me ook nog wat te vertellen? Raad eens wat er gebeurt als wij dat gewicht onder water opblazen. Nou, dan zou die toren in het midden van al het water gaan drijven. Dus dat is de bedoeling of zo, denk ik. Ik moet eerst onder water. En moet ik dan iets opblazen hier onder water of zo? Ja, ik denk het wel. Die bloopers die zitten daar niet voor niks, jongens. Oké, zijn hier ook luchtbelletjes? Kan ik ergens luchtbelletjes vandaan halen? We moeten in ieder geval even heel diep gaan zwemmen hier. Ik zie daar wel luchtbelletjes, dus dat is top. Kijk, hier zien we luchtbellen. Laat ik eerst even een luchtbel pakken dan, want dat heb ik even hard nodig. Oh, en hoe gaan we dit doen? Wat moeten we doen? Oh, Bullet Bill. Ik zie Bullet Bill. Bullet Bill. Oh, Bullet Bill komt erachteraan. Torpedo Bill. Oh, oh. Ga maar even hier tegenaan. Ga maar hier tegenaan. Hier. 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 Ja. 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 Kom, 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 kom. Oplof. Nice. Kijk, dat was precies de bedoeling. Nu eens even kijken of ik hierin kan en waar ik dan uitkom. Oh, kijk, nu kom ik gelijk hier bovenuit. En daar is een groene ster. Oh, oké, okay, bulletbilletjes, bulletbilletjes. Ik moet daar naartoe. Ik moet hier naartoe. Hier. En dan hier naar boven. En dan... Oh, oh, jongens, jongens. Oh, oh. Dit gaat soort van net goed nog. Oh, jammer. Bijna in één keer goed. Oh ja, oh ja. Oh, daar komen ze. Ik spring verkeerd. Oh nee. Ja, top. Dit had gewoon net in één keer goed moeten gaan eigenlijk, jongens. Als dit gewoon net in één keer goed had gegaan. Nice. Lekker. Woo. In twee keer gaat dit goed. Althans, ik moet nog wel de ster pakken, jongens. Ja. Oh. Dit was zo close. Een groene ster trouwens. Is dat een speciale ster of zo? Want normaal pakken we altijd gele sterren, maar dit is een groene. Wat doen die groene sterren dan? We hebben in ieder geval een nieuw hoofdstuk ontgrendeld in het storyboek. En ze gaan me vast vertellen wat die groene inhouden. Ja, er wordt hier gezegd, je hebt een groene Power Star. Deze hebben speciale krachten. We moeten het even aan de groene Luma's vragen. Want die veranderen ooit in zo'n groene Power Star. Nou ben ik heel benieuwd naar wat dit allemaal inhoudt. Een groene sterretje, dat klinkt wel bijzonder. En deze Luma zegt, dankjewel dat je me heb geholpen. Ik ben een beschermer van de Trial Galaxies. En om die kracht te herstellen, hebben we nog twee andere groene sterren nodig. Ah, en dan gaat hier deze poort open. Oké, okay, cool. Ik ben ook benieuwd naar het verhaal. Het verhaal van Rosalina en Luma. Hoe dat verder gaat. Daarvoor moeten we dus hier naartoe. En dan gaat Rosalina ons even vertellen vanuit het boek hoe het verder ging. Hoofdstuk 3. De komeet. We zagen een fel licht door de ramen van het schip. We dachten dat het de ochtendzon was. Maar nee, het was een turquoise blauwe komeet. En het meisje maakte Luma wakker en die zei... We moeten naar die komeet! En de komeet was gemaakt van ijs. En Luma's moeder, waarnaar ze op zoek waren, ja, die was ook niet hier. En het kleine meisje kon eigenlijk geen stap meer zetten en ze viel neer. Maar de Luma, die zei... Hey, kijk eens, er zitten starbits verstopt hier in deze planeet, in dit ijs. En ze bleven een tijdje lang op die komeet. Om door te zoeken naar Luma's moeder... Oh, we mogen gelijk door naar hoofdstuk 4 ook, de droom. En het meisje dat droomde over haar eigen moeder. En ze vroeg aan de moeder in die droom van waar ga je naartoe? De moeder draaide niet om, maar ze reageerde wel. En ze zei, maak je geen zorgen. Ik ga nergens naartoe, ik zal altijd over je waken. Zoals de zon overdag en de maan in de nacht. En het meisje werd verdrietig. Maar wat als het er nou gaat regenen en ik kan de zon of de maan niet meer zien? En de moeder moest even nadenken, wat zal ik hierop gaan zeggen? En de moeder die zei, dan zal ik veranderen naar een ster... in de lucht, zodat je me alsnog kan zien. En ik zal daar op je wachten tot je tranen droog worden. Oh, wat lief. Het meisje werd wakker met tranen in de ogen en Luma zei, hey, dat zijn starbits die in je ogen zitten. En het meisje zei, nee, het zijn tranen, geen starbits. En ik huil omdat ik mijn moeder nooit meer zal zien. En toen moest Luma ook huilen, want ja, ze zochten de moeder van Luma. Dit is super zielig. Ze ging nog veel verder door de galaxy, maar ja, de moeders konden ze gewoon niet vinden. Luma moest heel veel huilen omdat de moeder niet gevonden was. En het meisje zei, nou, ik zal je een cadeautje geven als
was je stom met huilen. En toen zei het meisje, ik zal voor je zorgen. Nou, en toen waren ze verbonden, Luma en Rosalina. Het is zo'n schattig verhaal. Oké, genoeg gepraat jongens, tijd om weer wat sterren te verzamelen. En dat doen we op Freeze Flame Galaxy. We moeten er nog één en dan kunnen we door naar een nieuw Bowser level. En dit is een challenge jongens. Oh, we hebben een Mario race, we moeten gaan racen tegen onszelf. What? Oké, dit lijkt me leuk. Ik hoop alleen niet dat ik te veel levens verlies hier, want het ziet er nu al moeilijk uit. Oh, crap. Oké, hoe gaan we dit doen? Daar is die de blauwe Mario die we ook kennen uit Super Mario Sunshine. We moeten naar hem voorblijven. Oh, nee. Oh, nee. Oké, hij springt hier naartoe. We springen allebei. Oh, ik spring bovenop zijn bakkes. Wat doet hij, joh? Waarom is hij opeens zo snel? Kan hij sneller gaan of zo door Starbits? Hoe doet hij dit? Oké, we moeten hier omhoog. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, jump. Nice. Kan ik hem inhalen als ik gewoon heel veel... Oh, wacht, we kunnen natuurlijk ook schaatsen. Als we schaatsen zijn we misschien sneller. Ja, nice. Kom op, schaatsen. Pak de starbits. Hoppakee, schaatsen. Ja, kijk, als we schaatsen zijn we echt veel sneller. Toppie. Zo, en dan hier naartoe. En dan kunnen we in één keer die jump maken. Ja! Lekker. Zo winnen we van onze eigen schaduw. Nice! 33 sterren in de pocket. We kunnen naar Bowser. Lekker gedaan, Mario. Heerlijk. First try weer. Nice. Doe even een blauw duimpje omhoog, jongens, voor deze try. Deze was echt lekker. Kijk, we kunnen nu hier naartoe. Naar deze Bowser Galaxy. En dit is Bowser's donkere matter plant. Een of andere materieplant. Oké, Bowser. Ik kom je nakken, vriend. Oké. Ja, dit ziet er ingewikkeld uit. Dit ziet eruit als een puzzle-level soort van. Go, Mario! Daar gaan we. Laten we even met deze Luma praten. Die Luma zegt, er zijn heel veel vallen hier. En hou rekening met de zwaartekracht. Oké, gaan we doen, Luma. Let's go, Mario. Go, 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 go. Kijk, ja, dit ziet er nu al ingewikkeld uit. Maar dit gaat vast en zeker goed komen. Hoi, dry bones. Hoppakee. Oké. Kunnen we hier in één keer doorlopen? Ja, nice. Dry bones nakken en door. Lekker. Oké, hier moeten we dus rekening houden met de zwaartekracht. Want nu moeten we op zijn kop springen, soort van. En dan hier naar boven, denk ik. Ja. Oh, kijk. En hoe zit dit dan? Oké, we moeten zorgen dat we niet geplet worden, denk ik. Dit is serieus lastig om nu zo bovenop Goomba's hoofd te springen. Dat is echt moeilijk. We kunnen ook bovenlangs trouwens, blijkbaar. Zullen we dat even proberen? Kijk, als we gewoon zo gaan... Kunnen we misschien ook bovenlangs. Dan kunnen we hier muntjes pakken. Kijk, top. Top. En door. Ja, oké. Kijk, en als we dan zo gaan... Dan... Oh ja, hoppakee. Nice, dan hebben we dus hier... Een power-up. Niet een power-upie, maar dan hebben we een leventje. En leventjes kunnen we goed gebruiken. Hoppakee. Piem. En piem. Altijd leuk om met Goomba's te voetballen. Nice. Oké, moeten we hier naar boven? Waar komen we uit? Bij een Luma. Oh. We moeten wel even oppassen voor de vloer. Want die vloer die verdwijnt gewoon daar. Er zijn hier nog meer vloeren die verdwijnen. Oké, hoe gaan we dit doen? Ja. Nee! Ik sprong net te ver! No! Kunnen we misschien ook gewoon hier naar beneden? Zo. En dan kunnen we hier naar boven. Oh, je kan ook al zien waar de gaten zitten, jongens. Je kan het gewoon zien. Door. Hier naar beneden. Kunnen we hier denk ik wel even een levertje pakken. Nice. En door. Yes. Lekker. Super. Oké, hier hetzelfde verhaal. Hier zijn dus ook weer van die gaten. Dus ik moet nu in één keer doorlopen. Zo. En dan moet ik hier naartoe springen. En dan... Juist. Lekker veel levertjes hier. Toppie. 10 levens zitten we alweer op. Nice. Dit is behoorlijk op zijn kop. Dit is verwarrend. Maar het gaat ongetwijfeld goed komen. Oké, de zwaartekracht drukt ons nu naar de rechterkant. Ik kan gewoon hier bovenop springen. Dan kan ik weer hier wat muntjes gaan pakken. Nice. Nice, nice, nice. En... Oh, nee. Spring. Lekker. Oké, nu is de zwaartekracht weer normaal. Kunnen we hier naartoe. Nog een leventje pakken. Nice hoor, lekker. Oké, nu moeten we even rekening houden met de zwaartekracht. Dus dat betekent dat ik het beste denk ik hier kan gaan staan. Ja. Oké. Ja. En waar moet ik dan... Ik moet nu, denk ik,
Oeps. Kijk, nu moeten we eigenlijk hier overheen springen. En dan kunnen we onszelf laten vallen dat we hier staan. Zo. Ja, want nu zijn we op zijn kop. Oké, nu gaat hij naar rechts. Ik denk dat we nu door moeten rennen. Zo. Ja, oké. En hè, nu dan? Moet ik nu weer door? Ik snap dit niet. Ik snap dit niet. Ik snap deze niet. Oké, dit wordt een ding. Oh, wacht. Ik denk dat ik hem wel snap. Ik moet nu hier overheen springen. Zo, en dan snel hier naartoe. Ja, dan gaat deze door. Dan moet ik hier zo zijn. Ja, oké. En dan kan ik nu hier naar boven. Juist. Kijk, zo moet die. Zo moet die. Nice. Op dit platformpje staan. Dan gaan we naar boven. Oh crap, we gaan nu naar Bowser, hè. We gaan denk ik nu naar Bowser. Eerst nog even deze Luma bevrijden. Huh? Af en toe is de diepte een beetje moeilijk in te schatten in deze game. Oké, we kunnen 6 keer geraakt worden. En we moeten verder naar boven. En daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Daar komt hij weer, Bowser. Ben je klaar voor je tweede pakslaag? Hij zegt, wah, it's you. Jij bent het. Dit is genoeg, Mario. Ik ga je kapot maken. Nou, Bowser, dat gaan we nog wel eens even zien. Want ik weet nu hoe ik jou aan moet pakken, vriend. Oké, hij gaat meerdere keren stampen nu blijkbaar. Hij gaat 3 keer stampen. Oké, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Oeh, nee. Oh, nee. Oké, nu hierop. Nu hierop. Oh, wow, 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 wow. Hij gaat vuurballen schieten. Doe eens normaal, joh. Kom maar. Kom maar. Hierop. Hierop moet je, Bowser. Ja, top. Top, dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Pak hem! Nice. Oh, nog een keer? Nog een keer. Lekker. Oké, dat was de eerste keer. Lekker, man. Let's go, Bowser. Je gaat mij niet slopen. Oké, je gaat weer 3 keer stampen nu. 1, 2 en 3. En kom maar, kom maar. Spring mij. Oh, je gaat niet springen? Je doet opeens niet meer aan springen? Je kapt gewoon met springen? Kom hier even. Hou eens op, joh! Jij bent nu een of andere super move aan het doen, Bowser. Doe eens normaal. Kom dan. Goed zo. Daar moet je op springen. Alleen hij heeft mij nu ook weer. Dat is wel weer jammer. Hallo? Bowser. Bowser, kappen. Kom eens. Kom eens. Oh, nee. Kom nou. Jongen, Mario, sta nou gewoon stil. Wat doe je nou, vriend? Oké, 1, 2, 3. Oh, jongen. Hij maakt me helemaal kapot. Hij is echt veel vaker aan het springen. Oké, spring hier. Oh, nee! Deze Bowser, jongen. Hoppakee. 1, 2 en 3. Dan komt hij 1 keer dit doen. En nu mag je springen. Hoppakee. Die voor jou. En straks ga je 2 keer springen. En daarna ga jij 3 keer springen. Ik heb je wel. Ik weet wel wat je doet, Bowser. Kom maar. Hoppakee. Zo doen we dit. Ja, nu ben je sterker. Oké, ja, inderdaad. Nu ga je vuurballen schieten. Helemaal mooi. Ik vind het prachtig. Prachtig, al die vuurballetjes. Nu ga je weer meerdere malen springen. En dan ga je dashen. Ja, dat doe jij 2 keer. Nu, strakjes doe je dat 3 keer. En dan ga je springen. Spring hier maar op. Helemaal goed, Bowser. Zo zie ik het graag. Ik heb je door, vriend. Ik heb je door. Nu moet ik nog even jouw looplijn uitzien te vinden. Want dat is hier volgens mij. Ja, ik heb hem 1 keer geraakt. Nu de 2e keer. Hoppakee. Zonder geraakt te worden. Ja, ik moet alleen even weten wat je doet. En dan komt het helemaal goed, jongen. Oké. Nog meer grote vuurballen. Helemaal top. Mag van mij. Heb ik geen last van. Nu ga je meerdere keren springen. Hoe vaak? Volgens mij 4 keer of zo. Of 5 keer zelfs. Nu ga jij 3 keer dashen. Ja. En dash nummer 3. Ah. Raakt hij me toch nog met een dash, hè? Kom maar, kom maar. Dash nummer 3. Oké, cool. Dan ga je nu springen. Kom, spring maar hier. Nee, spring hier maar. Spring hier maar op. Ja, top. Goed zo. Goed zo, Bowsertje. Goed zo. Kom maar. Kom maar. Hoppakee. Moet ik hier nog een keer raken? Hoppakee. Moet ik hier nog een keer raken? Hoppakee. Zo doen we dat. Bowser wordt van die planeet geblast, jongen. Ja, niet zo stoer doen tegen mij, hè? Oh, je begint alsnog te lachen. Hij zegt niet slecht. Ik heb de juiste persoon gekozen als mijn aartsvijand. Maar jammer, joh, want mijn monsterplan is bijna compleet. Succes, Mario!
Je monsterplan. Oh, daar ga je weer, Alien Bowser. Hij is er weer vandoor, hoor. Met je monsterplan. Ja. Jouw monsterplan stelt niks voor, jongen. Bedankt voor de Grand Star. Hoppakee. Volgende is weer in de pocket. Ik ken heel het liedje niet, maar dat maakt niet uit. Want ik doe het lekker toch mee. Hoppa, nice. De volgende Grand Star brengen we naar Rosalina. Rosalina, kijk eens, ik heb een nieuwe voor je. En hoppakee. En ja, nu wordt hij mooi blauw. Dit begint er goed uit te zien. Dit is een mooi kleurtje. Ik ben benieuwd of het gaat het observatorium al werken? Ja, wel bijna, hè? Bijna! Oeh, ja, we kunnen nou daar naar boven voor nieuwe galaxies, denk ik. Nice! Ja, vet. 34 sterretjes in de pocket. De galaxy is compleet. En nieuwe galaxy ontdekt. En dat is... ja, dat is de machinekamer, jongens. De engine room. En ja, hoor. Ze hebben de locatie gevonden van Peach. Kijk, ja. Oké. 26. We moeten nog 26 Power Stars hebben en dan kunnen we naar het centrum van het universum en dan kunnen we dus naar Peach. Oké dan. De Road to Peach, jongens, begint nu officieel. En in de volgende aflevering gaan we gewoon keihard verder om sterren te verzamelen. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal als je dat niet wil missen. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickertune. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!